Zeven generaties geleden, in 1811, nam Frans Lindemans de boerderij-brouwerij Hoofdterkwade Wegen van zijn schoonvader over. De geschiedenis van de brouwerij gaat echter terug tot in 1655. In de loop van de vorige eeuw werden de landbouwactiviteiten volledig stopgezet en intussen is de brouwerij een van de grootste exporteurs van lambiekbieren. Vandaag doen we toch een 55% export. Dus we zijn eigenlijk beginnen exporteren midden jaren 70, eerst naar Frankrijk en dan daarna naar Amerika. Dat had wel wat consequenties met zich meegebracht, namelijk het transport over zee. Kwam de ergisting niet echt te goede en daardoor zijn we op zoek moeten gaan naar nieuwe methodes eigenlijk om het bier toch stabiel te houden. En zijn we op het idee gekomen om het bier te pasteuriseren en dat had als gevolg dat het bier, dus vooral de fruitbieren eigenlijk, zoeter en fruitiger werden doordat de ergisting niet de kans had om het fruit en de suikers te verteren. En dat was eigenlijk het begin van het succesverhaal van de zoetere fruitbieren. Het is dankzij de zoetere fruitbieren eigenlijk dat we toch wel opnieuw de kans gekregen hebben om die oude geuze en oude kriek opnieuw op de markt te brengen. Want de verkoop was praktisch nul, dus daar hadden we onmogelijk van kunnen overleven. Maar het is dankzij die andere bieren dat we terug echt de nodige energie en kwaliteit eigenlijk kunnen bekomen hebben voor die oude geuze en oude kriek. De interesse van het publiek is eigenlijk meer en meer naar voren gekomen. En wij hebben altijd wel die oude producten gemaakt, die oude geuze, oude kriek gemaakt, maar we hebben dat echt in een nieuw kleedje gestoken met een etiket rond en zo allemaal. Uiteindelijk zijn we een lambiekbrouwerij, dus een lambiekbrouwerij maakt oude geuze en oude kriek uiteindelijk. Daar wil ik ook nog wel aan toevoegen dat we ook niet in een bepaald hokje wouden geduwd worden van de industriële brouwerij. En we wouden toch nog altijd laten zien de zesde generatie, dat die ook nog altijd effectief de traditionele geuze en kriek kan maken. En zo is eigenlijk de cuvée René ontstaan. René verwijst naar mijn onkel, zijn vader uiteindelijk, die op die manier dan ook wel geëerd werd. Door de specialisatie in zoete fruitbieren kende de brouwerij een enorme expansie. In nauwelijks 20 jaar steeg de verkoop van 5000 naar 40.000 hectoliter. Intussen zitten we in een dertigtal landen. Amerika is nog altijd onze grootste afzetmarkt. Die nemen toch een dikke 20% van onze productie. Gevolgd door Frankrijk en dan de andere Europese landen eigenlijk. Er zijn nieuwe groeimarkten ook ontstaan nu de laatste jaren. Onder andere Zuid-Amerika en ook China niet te vergeten natuurlijk. Daar is ook nog wel redelijk wat potentieel. Naar aanleiding van de afspraken die gemaakt werden binnen Horal en om in orde te zijn met de Europese regelgeving, beschikt Lindemans sedert 2005 opnieuw over 10 eikenvoeders van elk 10.000 liter. Zo is het duidelijk dat in deze moderne brouwerij de oude tradities toch nog steeds hoog in het vaandel worden gedragen. In doorsnee wordt eigenlijk een oude geus gemaakt van lambiek van 1 jaar oud en lambiek van 2 jaar oud. Die worden dan gemengd, zodanig dat je een ideale combinatie hebt tussen gisten en suikers. Dan worden die flessen afgevuld en dan blijven het nog eens minstens 6 maanden in de brouwerij. Zodat we zeker zijn dat de nagisting is opgestart en dat de geus klaar is voor te gebruiken eigenlijk. We merken ook wel, als je het verhaal achter de geuzen vertelt, dat de mensen wel veel meer appreciatie hebben voor het product. Het is een heel complexe smaakgeuze en mensen die bier niet echt gewoon zijn, verschieten nogal eens. Dus het is ook niet één gist dat verantwoordelijk is voor die fermentatie. Er zitten meer dan 80 soorten gisten eigenlijk in die fermentatie en dat zorgt voor een tamelijk complexe smaak. En mensen zijn dat eigenlijk niet meer gewoon. Dus, maar als je dan uitlegt hoe dat het gemaakt wordt, hebben ze eens zoveel appreciatie voor het product en genieten ze er ook wel eens zoveel van. Een bezoek aan het kasteeldomein van Gaasbeek brengt je terug naar de tijd van ridders en jonkvrouwen. Het kasteel werd herhaaldelijk verwoest en heropgebouwd en evolueerde zo van een middeleeuwse verdedigingsburcht tot een romantische residentie met prachtige wandtapijten, meubels, schilderijen, edelsmeedwerk, glasramen en andere waardevolle voorwerpen. Naast een park in Engelse landschapstijl is er tevens een schitterende museumtuin met inheemse fruit- en groentensoorten. Voor meer informatie kan je terecht bij Toerisme Pajottenland.